Eerder dit seizoen had De Dijk niet zoveel in te brengen tegen GVVV in Veenendaal. Het verloor met 3-0, hoewel de score uiteindelijk wat laat tot stand kwam. En Jeremy de Graaf in dat duel twee goals voor zijn rekening nam. Nu gaat het sneller. In de derde minuut, Simon Brouwer zet GVVV op een 1-0 voorsprong. Tegen een tegenstander die gedurende dit seizoen alleen maar meer en meer mensen is kwijtgeraakt. Hier gaat Zwarthoed. We zitten inmiddels op een klein half uur van de wedstrijd. Scheidsrechter is De Vries. De hoekschop is voor De Dijk. Dat onder leiding van Twisker alle moeite doet om in ieder geval in die tweede divisie te blijven. Maar makkelijk zal het niet worden. Mooie combinatie tussen Ryan en Zwarthoed. Het leidt tot een hoekschop. En onder de lat bij GVVV Johan Jansen. Wegdraaiende bal. Daar komt Verschragen. Die bal wordt keurig van het doellijn gehaald. Anders staat De Dijk een minuut of zeven verrust zomaar op 1-1. De Dijk dat het zoals gezegd met beperkte middelen moet doen. Het raakt in de loop van dit seizoen al zijn keepers kwijt. Trok Pistoor aan van Almere City. Die raakte ook weer geblesseerd. Vandaar dat Borgman nu onder de lat staat. Maar die ziet van grote afstand hoe zijn collega Jansen in de problemen komt. Goede mogelijkheid voor De Dijk op 1-1. Maar Jansen redt. Dit Twisker, volgend seizoen werkzaam in Utrecht bij Hercules. Ruststand 0-1. Dit is net na rust. En Brouwer die de paal raakt. Buiten bereik van Borgman. De Dijk ontsnapt en blijft op deze manier in de wedstrijd. Goede mogelijkheid op 0-2. Nog een keer de knal van Brouwer. Moeilijk te beoordelen voor een doelman. Er staan er erg veel voor zijn neus. Maar hij en met hem De Dijk komt goed weg. GVVV dat na rust wel probeert te forceren. Per slotverrekening is het gat op de ranglijst enorm. Dit is De Graaf. Daar is Borgman met een halve redding. Daar weet Brouwer wel raad mee. En die maakt zijn tweede van de middag. En zet GVVV op een 2-0 voorsprong. Met de slechte staat van dienst van De Dijk dit seizoen op eigen terrein. Van de 10 thuiswedstrijden tot nu toe won het er slechts 2. Alleen van Sparta en Achilles 29 wordt het nu wel een hele lastige opdracht. Moeizaam uitverdedigen, slecht uitverdedigen van GVVV. Hier gaat Tony Tol. Ook een van degenen die gaat vertrekken, neemt Johan Jansen onder vuur. Maar ook hij krijgt die bal niet achter de doelman van de ploeg uit Veenendaal. GVVV inmiddels in het laatste kwartier gaat wat rustiger voetballen. Prachtige lange bal, daar is Simon Brouwer opnieuw en die maakt zijn derde. Dat heet een hattrick. Die is binnen. Prachtig hoe hij de uitlopende Borgman passeert. En deze is normaliter de winnende. In de slotfase, dat moet je De Dijk onder Twisker nageven. Probeert de ploeg nog iets. Tayeb met de assist. Menzo ingevallen zorgt nog voor 1-3. Maar daar blijft het bij. Het zal moeilijk worden voor De Dijk dit seizoen. GVVV naar de winst vorige week op koploper Katwijk. Pakt opnieuw 3 punten. Waardevol. En terecht. 1-3 in Amsterdam.